Camera! Loopt! Top, actie! Hoi, welkom in Als ik Contact. Vandaag ga ik praten met Donna de Waal. Zij is 11 jaar oud en is vlogger. We gaan een praatje met haar maken. Hallo Donna. Hoi. Hoe kom jij op het idee om te gaan vloggen? Ik kijk zelf al best wel veel YouTube en naar andere YouTubers. En aan het begin deed mijn neefje het zelf ook, maar op dat moment vond ik het nog best wel raar. En toen ben ik zelf steeds meer naar YouTube gaan kijken. En uiteindelijk ben ik het ook leuker gaan vinden. En toen ben ik YouTube-filmpjes voor mezelf gaan maken. Dat heb ik nog niet geplaatst. En toen heb ik gevraagd aan mijn ouders of ik een YouTube-kanaal mocht beginnen. En gelukkig mocht dat. En nu ben ik in november begonnen. Oké, en heb je ook een soort van voorbeeld? Ja, ik kijk zelf heel erg veel op Beautiness. Zij is volgens mij 13 jaar oud en dat is ook nog best wel jong. En haar video's vind ik ook gewoon heel erg leuk. Ja, en dan ben je bezig met het vloggen. Kost dat niet heel veel tijd? Ja, het filmen duurt ongeveer een uur en ik moet ook gewoon monteren. Dat duurt dan ongeveer 2 uurtjes. Oké. En hoe vaak doe je dat per week? Filmpjes maken? Ongeveer 2 keer per week. Dus dat is wel... Oké. Dus dan ongeveer 4 uur per week? Ja. Oké. Wat vind je dan zo leuk aan? Ja, ik weet, eigenlijk is het ook best wel raar, want eigenlijk praat je gewoon tegen een digitaal dingetje. Maar ik weet niet, omdat het ook leuk ontvangen wordt bij kijkers, geeft het toch een leuk effect of zo. Ja, want hoe belangrijk is vloggen in je leven? Nu staat het eigenlijk best wel hoog en ja, ik weet eigenlijk niet, het is nu heel belangrijk geworden. Ja, want je bent nog maar 11 jaar, best wel jong natuurlijk. Ja. Dan is dat toch best wel even van, ik ga dit doen. Vond je dat niet heel spannend? In eerste instantie wel, want mensen kunnen wel je mening over je geven. En al heb je een nare reactie, komt het toch wel heel erg hard aan. Maar ik kijk gewoon naar de mensen die het wel leuk vinden. Precies. Heb je dingen voor het vloggen moeten laten? Dat volgens mij niet, ja. Zoals vriendschappen of zo, of sport? Of... Dat valt ook wel mee. Ik kan nu wel minder vaak met vrienden afspreken, maar ik maak daar gewoon ook tijd voor. Het is gewoon plannen. Ja, precies. Wat verwachtte jij toen je je eerste vlog online zette? In eerste instantie hoop je op leuke reacties. En dat is uiteindelijk ook gekomen, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Want ik heb ook een stukje vlog met jou van jou gekeken, volgens mij met Jermaine was dat. Ja. Is dat dan je? Dat is mijn neef. Ja. Oké. En daar, die helpt jou ook een beetje? Ja, hij heeft ook een YouTube-kanaal, Mr. Lifetime. En we geven elkaar ook gewoon allemaal tips. Hij leert mij dingen en ik hem dingen. Dus we helpen elkaar. Precies. Heb jij een doel met vloggen? Ook gewoon om mensen te helpen. En natuurlijk is het ook heel erg leuk om veel kijkers te hebben. Ja, want met welke doel wil je dan mensen helpen? In welke zin? Bijvoorbeeld heb ik een probleem met mijn huid en misschien andere mensen hetzelfde probleem. En doordat ik dingen uit ga testen en iets goed werkt, kan iemand anders dat ook gaan kopen en ook fijn vinden. En dat het probleem weggaat. Precies. Heb je nog tips voor anderen die ook willen vloggen? Wees jezelf, want al doe je iemand na, dan kan diegene je niet leuk vinden omdat je iemand anders nadoet. Maar misschien hadden ze je wel leuk gevonden, al was je jezelf. Precies. Heb je ook nog zelf wel eens gedacht van, had ik dit nou maar niet gedaan? Zijn er ook nadelen aan? Soms heb je ook zoiets van, heb ik dat eigenlijk wel gedaan? En dan vind je het uiteindelijk ook heel erg stom, maar je kan ook gewoon video's er uiteindelijk afhalen. Precies. Heb je vaak te maken gehad met, hoe noem je dat, nare reacties? Nee, eigenlijk niet zo vaak. Oké. Gelukkig maar. Ja. Hoe lang wil jij nog blijven vloggen? Het liefst zo lang mogelijk natuurlijk, maar al moet er een einde aan komen, zou ik het wel erg jammer vinden. Precies, want je gaat hierna naar de middelbare school en weet je al een beetje wat je daarna voor de opleiding wil doen of is dat nog helemaal... Nee, eigenlijk niet. Nee, maar je ziet dan nog wel dat je vlogger bent, zeg maar. Ja, dat wel. Ik wil dat heel erg lang blijven doen. En zoals, je hebt het net over producten voor de huid. Adviseer jij dan een beetje, hoe moet ik dat voor me zien? Als ik het fijn vind, dan adviseer ik het natuurlijk, maar ik zou ook wel echt eerlijk zijn of het fijn is of niet. Is je camera? Ja, die heb ik het andere is over. Ik heb deze net nieuw en wat ik zelf heel erg fijn vind, wat ik nu aan het doen ben, ik vlog bijvoorbeeld en dan kan je het schermpje kan je zelf zien. Dat is op zich best wel moeilijk, want je moet naar de lens kijken en niet naar het schermpje. Anders lijkt het de hele tijd alsof je naar de muur kijkt of naar boven. En ik vind deze zelf heel erg fijn en hij heeft heel veel functies en er kan ook... zo'n lichtje uitkomen.
Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Hé, hey, en hoe praat je dan tegen je kijkers? Zou je dat misschien vol kunnen doen, nu een stukje oh, vol? Moet ik hem aanzetten? Ja, doe maar. Oké. Even kijken. Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk hoe je dat doet. Oh. Wil je erop? Ja, is goed. Oh, even kijken. Hoi allemaal, ik zit nu tijdens het interview samen met... Nathalie, Elisa Nas. Evans is nu al, ze heeft wat vragen gesteld. En ik vind het tot nu toe heel erg leuk, we gaan nog even door. En er zijn ook allemaal camera's om ons heen. Dat vind ik zelf heel erg tof. En we gaan nu verder met het interview. Ja, superleuk. Je hebt ook lekker een vlotte babbel, hoor ik. Dus ja. dat gaat allemaal goed. Nou, wil je nog wat tegen de kijkers hier zeggen dan? Ja, ik zou het natuurlijk heel erg leuk vinden, al zouden jullie willen abonneren op mijn kanaal Beauty Spot. En natuurlijk liken en abonneren en delen. Nou, dat vind ik een goed einde. Hier laten we het maar bij. Ja. Dankjewel. Vandaag gaan we een kijkje nemen bij het Bochummuseum in Sliedrecht. Wat houdt eigenlijk het Bochummuseum in en wat doen ze hier? We gaan het uitzoeken. Hallo, goeiedag. Hallo, dag Nathalie. Wat leuk dat je er bent. Ja, hallo Emmy. U gaat ons wat vertellen over het museum. Ja, dat klopt. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out. And they can see that you're mine. Cause when we're together, your love is controlling my brain. En wat is hier bijzonder aan deze kamer? Nou, dit is een van onze stijlkamers. En dit was het voormalige kantoor van de familie Volker. Vroeger had je kantoor aan huis. Nou, en hier, dit is een kamer waar vergaderd werd, waar alle zaken afgehandeld werden. En het is een kamer met een hele speciale hoekjes, geheime hoeken. Die wil ik jullie wel laten zien. Oké, we zijn benieuwd. Dan gaan we naar deze deur. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar hier zit achter, iets achter verborgen. Gewoon een kluis. Dat is een originele lipskluis. Lipskluis, oké. En we gaan eens proberen of we hem open kunnen krijgen, want hij is heel zwaar. Hij is ook heel dik. Het is massief ijzer. En dan zien we hier een originele kluis, waar alle belangrijke documenten werden bewaard. En het geld, niet te vergeten. Zo kan ik hier bijvoorbeeld laten zien een doos met allemaal geld. Oh ja, van andere verschillende landen. Dus er werd handel eigenlijk gedreven over de hele wereld. Zo ja, dus de baggerij die werkt wereldwijd. En de mensen die werkten, ja, die kwamen met allerlei geld en met allerlei culturen in aanraking. En ja, dit is wat we daar een beetje nog van opgespaard hebben. En over welke tijd praten wij dan? Dat de baggeraars in het buitenland werken, dat is nu ook nu. Maar vroeger werkte ze ook al in het buitenland. En dan praten we echt al over de tijd van 1880. Zo, dat is wel een aardig tijdje. Ja, en ik moet zeggen, al voor die tijd waren er mensen die al bijvoorbeeld naar Rusland reisden om daar advies uit te brengen hoe ze daar dammen moesten bouwen. Nou, dit is een goudstaaf. Nou ja, je begrijpt wel, het is geen echte, maar hij ligt er niet voor niks. Het is wel een goudstaaf die een rol gespeeld heeft in de baggerij. Want tijdens de oorlog wilde de Nederlandse bank hun goud naar Engeland brengen, bij de Tweede Wereldoorlog. En het schip wat volgeladen was met goudstaven, dat is gezonken op de Nieuwwaterweg. En de baggerij... De baggerschepen die hebben deze goudstaven weer na de oorlog boven water gekregen. Super. En ja, dat is het verhaal wat we dan kunnen vertellen naar aanleiding van deze goudstaaf. Maar zijn die goudstaven meteen teruggebracht naar de Nederlandse bank? Of hebben ze die gewoon zelf gehouden? Hoe moet ik dat zien? Nou, die is eigendom van de Nederlandse bank natuurlijk. Ja, dus ja, dat moet onmiddellijk weer teruggegeven worden. Maar het pikante van het verhaal is dat er dus daadwerkelijk goudstaven een beetje achterover gedrukt zijn door de baggerij. En er zijn tot op de dag van vandaag nog goudstaven kwijt. Maar er zijn wel daders gepakt en die hebben hun verdiende loon gekregen. Okay. Dus ja, dat is wel weer achterhaald. Okay. Ja, maar dat is wel een bijzonder verhaal. Ja. Get much for higher. You'll have the dream.
Zo, dit is een groot schilderij. Wat betekent dit? Nou, wat hierop geschilderd staat is een persoon. Dat is Paulus van de Wetering. En zoals je ziet is het inderdaad een heel knappe en een heel mooie schilderij. Maar die Paulus van de Wetering was ook een belangrijk iemand. Dat was een compagnon van de oude Adriaan Volker. En hij is ook compagnon geweest van Bos. Even kijken hoor, dat is die meneer daar. En die hebben een heel groot imperium opgebouwd. Dus in die zin is die heel belangrijk. Maar het is niet alleen bijzonder vanwege de persoon, maar ook vanwege de kunstige manier waarop het geschilderd is. Want dat vind ik wel leuk om jullie dat te laten zien. Loop maar even mee. Okay, we lopen mee. Nou, als we hier staan... Dan kijkt hij ons recht aan. Ja, dan zie je dat hij ons helemaal aankijkt. Gewoon met zijn lichaamshouding ook. Zit hij helemaal deze kant op. Maar als we dan naar deze kant lopen en je blijft naar hem kijken, dan zie je wat er gebeurt. Hij volgt je. Dus als we hier staan, dan kijkt hij ook voluit aan. En dat... het lijkt net of hij weer anders in zijn stoel zit. Dat is echt heel raar. Dus dat is echt heel bijzonder. Ja. Heel veel jongeren vinden dit ook gewoon heel magisch. Maar dat is een bepaalde schilderstechniek van laag op laag op laag. Waarop je zo'n effect kunt bereiken. Okay. Maar ja, het is gewoon een heel mooie schilderij. Heel knap. Nou, dit is dan de uitrusting. Dat is nog wel leuk om iets te vertellen. Hier heb je zo'n leren voorschoot. En dat is een bescherming van de schouder. He, die lange beugelstok die gaat over de schouder omhoog. Die haalt het zo omhoog. En dat is gewoon om die schouder te beschermen. Ja, precies. En hier heb je een wand. Die heeft twee duimen. En die beugelaars, dat waren een soort grondwerkers die Nederland rondreisden. Om gewoon werk te zoeken. Dan was je natuurlijk lang van huis. En dan nam je al je spullen mee, je kookgereedschap en je kleding. Maar dan nam je ook wanten mee met twee duimen. Want als dan de een versleten was, dan gebruikte je de andere. Dus de ene kant naar de andere. Ja, ja, ja. Dan moet je gewoon praktisch zijn als je zo lang van huis gaat. Grappig, jongen, ja. Dit laat zien wat hij doet. Kijk, nu gaat de sluisdeur van het dok gaat open. He, dus de deur die ligt in een dok. Dus die gaat open. Nou, en dan gaat hij, kan je het volgen? Nou, de draaideur die gaat naar het sluitstand. Dus die drijft nu uit het dok. Oh ja. Zie je? Dus alle twee drijven ze uit het dok. Totdat ze in het midden zijn. En als ze in het midden zijn, dan worden die twee armen weer afgezonken. Dus dan wordt er een heleboel water wordt er ingelaten. Dus dat die door het gewicht van het water weer naar de rivierbodem zakt. Ja, en dan is de waterweg helemaal gesloten, zeg maar. Ja, dit is echt een heel mooi schaalmodel door Nijs Baan. Dat is een van onze vrijwilligers die dat echt helemaal... Wat schaal nagemaakt heeft. Dat heeft al een tijdje geduurd, neem ik aan. Ja, daar is hij wel een paar jaar mee bezig geweest. Hoor. Maar er zit natuurlijk ook heel veel techniek in zo'n schaalmodel. Nou, je bent lekker aan het fietsen en daarmee win je energie met een dynamo.
En die dynamo die drijft hier een echte baggerpomp aan. Echte baggerpomp? Ja, die zit hier. En die baggerpomp die perst water vanuit deze cilinder in deze cilinder. Oké, en dan ben ik hem aan het Ja, dus hoe sneller je fietst, hoe sneller dat de baggerpomp werkt. Kijk. Maar het gaat steeds zwaarder. Even kijken hoor. 70. Maximaal. Zo, ik had nog een paar vragen aan u. Wat houdt het Baggermuseum in? Het Baggermuseum, dat is een verzamelplaats van allerlei voorwerpen die iets laten zien over de baggerij. Het vertelt iets over de historie, maar ook over hedendaagse technieken. Dus het is het verhaal van een hele belangrijke beroepsgroep in Nederland. En wat is het doel van het Baggermuseum? Het doel van het Baggermuseum is dat mensen kennis kunnen maken met deze branche, met de baggerindustrie. Want de baggerindustrie is voor Nederland gewoon ontzettend belangrijk. Denk maar aan de veiligheid van Nederland, hè, de bescherming tegen het water. Ja. Als de duinen kapot zijn, die moeten gerepareerd worden. De baggerindustrie is betrokken bij alle waterbouwkundige werken. Bij het uitdiepen van water, anders kunnen de schepen niet varen. De baggerindustrie is betrokken bij het schoonmaken van sloten, want anders dan kan het water niet goed uit de polder gepompt worden. De baggerindustrie is eigenlijk gewoon nationaal gezien een heel belangrijke bedrijfstak. En die is toch wel een beetje onbekend. En het Baggermuseum is het platform, zou je kunnen zeggen, waar deze bedrijfstak zich presenteert. Okay. En als mensen hier naartoe komen, wat kunnen ze dan allemaal doen? Nou, ze kunnen kijken, ze kunnen kennis nemen van de geschiedenis. Maar ze kunnen ook gewoon tijdens de rondgang allerlei dingen doen. Er worden objecten gedemonstreerd. Maar ze kunnen ook buiten in de praktijktuin, in de baggerpraktijk, dan kunnen ze allerlei dingen actief doen. Ja. Dus jongeren kunnen zelf actief ervaren wat het is om zware beugelwerk te doen of met een schip te manoeuvreren of zelf als stuurman achter een hopperzuiger te zitten op de simulator bijvoorbeeld. Dus ja, dat kunnen ze gewoon in de praktijk hier uitvoeren. Ja, ik had nog een vraag. Zouden jongeren hier vrijwillig of voor een maatschappelijke stage terecht kunnen? Dat kan op aanvraag. Oké. Kijk, want we kunnen bijvoorbeeld maar één stagiaire tegelijk behappen. Ja. Want het zijn hier ook allemaal vrijwilligers. En er is één beroepskracht, dat is onze conservator mevrouw Dirkswager. Maar we moeten als vrijwilligers voldoende tijd hebben om zo iemand goed te begeleiden. Maar het kan wel. Oké. Nou, dan dank ik u hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. En dan houden wij het Baggermuseum in de gaten. Dank u wel. Ja, nou, heel graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Mocht u eindelijk weg? Ja, houdoe.